6 meter en 4 meter. Dus dit is de uitnodigingskaart. Oh, dat is zelfs met een glimmende kant. Ja. Prachtig. Dit heb ik net gekregen en het is dus een onderdeel van die catalogus die eruit gekomen is. Heel subtiel, heel mooi. Ik ben heel benieuwd. We zijn nu op weg naar het museum. Het is de eerste keer dat we naar het museum gaan, dus de helft van de expositie is al ingericht. Nou, ik heb het gevoel alsof ik al 3 weken hier ben. Het is echt fantastisch. Er gebeurt eigenlijk van alles en nog wat. En we zijn de hele tijd onderweg. Alleen al een tochtje hier naartoe naar het museum is geweldig. En het loopt heel goed. Heel anders als bij ons. Heel anders georganiseerd. Ik wil niet zeggen chaotisch, maar de communicatie is gewoon volledig anders. Dat ben je niet gewend. Dus je maakt afspraken en je hebt dat Aziatische van beleefd blijven. Ook als het volledig misgaat. En dan weet je niet, is het nou echt misgegaan of niet. Maar uiteindelijk komt het wel goed. Ik had dus van tevoren al met de timmerman afgesproken, zover dat mogelijk was, dat hij voor mij de huisjes hier zou gaan timmeren. En toen hij kwam, had hij de huisjes niet in elkaar getimmerd, maar gewoon nog los. En het was dus, je kon ze bijna niet aanraken, omdat de verf was nog helemaal nog niet gedroogd. Dus en mijn groei die gaat alles vertalen, dus die is de hele tijd bezig tussen Engels, Chinees en Nederlands heen en weer te vertalen. En op die manier kunnen we allemaal met elkaar communiceren. Dit is mijn project over 1500 masken. Ja. Installation tegen de Beijing pollution. En je hebt hulp gekregen? Ja, ik heb 4 vrouwen van het dorp. Ze komen wel op mij opgang. Hebben de vrouwen enig idee met welk project ze bezig zijn? Die vrouwen zegt die, wat is voor? Ze zeiden ja, voor de luchtvellen, voor de pollution. Ja. Oh, ja, dat is waar. En ze zeggen dat alle kunstenaars een beetje gek. En we doen de hele aparte ding. Die zou nooit nadenken over. Nee. Maar zelf dat, ze vinden het leuk. Ja. Ze zeiden helemaal, ja. Laatste huis. Het was heel turbulent, maar dat is altijd zo als je een hele grote expositie inricht. En zeker als het in een vreemd land is, dus dat hoort er allemaal bij. Thank you.
gezegd dat hij mijn werk heel erg leuk vindt en dat hij heel graag dat werk in China nog verder wil exposeren. Nou, daar zeg ik niet nee tegen. Buiten nu, storm en regen, the wind never stops. Ja, yeah, that's right. Het is heel mooi. Exactly in my issue. Ja, yeah. We can't stop this, it's nature. Dames. Oh, goed, we hebben het gedaan. Ja, na de heel opening. Goed. Ja. De opening is geweest. Ja. Zijn jullie tevreden? Ja. Ja, heel erg. Heel leuk. Ja, ja, ging heel goed. Alles wat je verwachtte van de opening in Peking? Ja, ik denk het al heel relaxed. Ja. Heel veel mensen. Ja. Mensen geïnteresseerd. Ik vond voornamelijk heel erg leuk dat de curator heel erg tevreden was. Ja. De twee assistenten die mee hadden. De Amerikaan die was helemaal enthousiast over jouw werk. En dan ontstaan ook echt de goede gesprekken en de diepgaande gesprekken. En dat is eigenlijk iets wat ik heel belangrijk vind. Op naar de volgende expositie dus. Daar weet ik niet. Ik heb net gehoord in Taiwan. Oh ja? Ja. Waar? Okay. Wat zeg je? Waar? Taiwan. Nee, Chinese. Taiwan. Yuwen. Yuwen. Ja. Organized. Ja, okay. Dat zou goed zijn. Ja. Ik doe mee. Jij ook? Ja, daar weet ik niet. Maar misschien. Jawel. Ik ga niet zonder jou. Nee. Yeah.